handen op de schouders aan, hoe vasthouden. De bedoeling is dat de mensen de feeling hebben dat ze blind zijn vanavond. Dus het publiek wordt in een sas geleid. Het wordt alsmaar donkerder tot je binnenkomt in de zaal. En dat was echt pik, pik, pik donker. Je hebt er een beetje geen trap gezien. In feite, de eerste persoon zeg maar, gaat naar binnen en de rest volgt in Polonaise. Je weet niet waar dat je stapt. Je weet niet of er trapjes zijn. Je moet echt vertrouwen op de persoon die voor je is. Het is tasten in de duister. Ik besefte dat ik in mijn leven nog nooit in het pikdonker geweest was, zelf nog maar. Gek genoeg, echt in een ruimte die totaal verduisterd is, waar je echt niks ziet, waar je ogen ook niet wennen aan het duister, omdat er ook geen lichtpuntje is, dat maakt eigenlijk bijna nooit niet mee. Er zitten ook, ik denk, 8 à 10 blinde mensen in het publiek. Voor als er iets zou zijn, en die kennen die zaal hier op een duimpje, dus als er echt iets zou zijn, dat die direct kunnen ingrijpen en de mensen naar buiten leiden. Dat zijn eigenlijk, het is een beetje de omgedraaide wereld. De blinde mensen zijn vandaag, zullen vandaag veel handiger zijn dan de ziende mensen. Goedenavond. Ja, inderdaad zeg, goedenavond dames en heren. Toch wel speciaal. Dames en heren, we zullen eens proberen een liedje te spelen af. Zie je wat dat zegt? Ja, dus proberen is wel spannend, want ik moet nu even tasten waar ik mijn handen moet zetten op mijn gitaar. Contact met het publiek is op een of andere manier toch intens. Omdat er is niks en dan komt er plots die stem en die noot en die muziek en die gitaar. Dat is op een of andere manier heel intens. Hij is ongeveer 9 jaar en speelt de voetbal midden op straat. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat oefenen. Oefenen tot het niet meer gaat en dan opnieuw oefenen. Normaal is kom je voor wat wij doen ook zeer beeldend. En vaak beeld zonder geluid. Dus dat gaat volledig wegvallen. We gaan verbaler moeten zijn. Dus ook voor ons is dat vanavond ongelooflijk naar de essentie eigenlijk. Alleen naar de woorden. Hè. De woorden en de melodie. Diep in de krocht van mijn arme ziel leeft een beest en het pijt me. Eigenlijk hebben we niet geoefend, maar gelukkig zijn wij twee ongelooflijk goed op elkaar ingespeeld. Maar wij zijn gewend om te luisteren naar mekaars adem. We gevoelen elkaar enorm aan. Daar heb ik nu geen schrik van om dat te doen eigenlijk. Maar. Ik denk dat je uw gitaar niet voor de micro ziet of zoiets. Nee, die staat stil. Ja, ik ga eens voelen. Ja, wacht, ik zit wel voor de micro. Wel, vanavond spelen we de instrumenten die we normaal spelen, viool, gitaar, blokfluit, dat gaat allemaal. Piano hebben we geprobeerd, maar dat was niet te doen. Waarschijnlijk als je klassiek pianist bent, dat je dat wel kunt. Maar voor ons is dat, dan veranderen al die toetsen in één brei, dus het zal zonder piano zijn. Als je op het podium staat, je bent toch altijd min of meer bewust van hoe je op een podium staat, hoe je overkomt, wat je overbrengt op een publiek. En als je nu aan het spelen bent, wat ik nu in mijn neus aan het peuteren ben of niet, of ik recht sta of ik in mijn blote zit, dat maakt allemaal geen fluit uit. Het is wat er uit mijn mond komt en hoe dat klinkt, dat is belangrijk. We gaan het laatste lied spelen en dan gaan we af en dan komen we terug op. Het was een heel speciale ervaring. En ik moet zeggen dat het eigenlijk qua belevenis ga je alles intenser gaan beleven. Het enige wat ik een klein beetje miste is de mimiek. Maar uw fantasie begon wel veel meer te spelen zo, tijdens de liedjes. De teksten die als het ware op je afkomen, het is een heel andere manier van theater genieten eigenlijk.